Google je jezelf wel eens? Zo ja, wat hoop je dan te vinden? Waar zoek je nu eigenlijk het meeste voor? Ik weet dus echt alles. Dat wou ik net zeggen. Zij weet alles over mij. Hola, van kleins af aan kan ik kletsen als de beste. Iedereen om me heen wordt daar helemaal gek van. Dus nu ga ik iedere week jullie en mijn gasten lastigvallen met mijn geklets. Dit is Talk with Eline. Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Talk with Eline. Vandaag zit ik hier met Koen. Hallo. Waar kunnen we jou van kennen? Ik ben model en ik shoot voor merken. Dat is leuk. Ja. Hoe kan je jouw kledingstijl omschrijven? Ja, ik draag meer wat sportkleding. Denk gewoon trainingspakken in het dagelijks leven. Oké. Okay, ja. Gewoon simpel. Nou, dan gaan we gelijk door naar onderwerp 1 en dat is wat draag je naar? En voor jou heb ik, wat draag je naar een schooldag? Dat boeit me echt niet. Wat ik aantrek, dat trek ik aan. Gewoon wat hier in je kast ligt, pak je gewoon en dat doe je aan. Je hebt niet iemand, een leuk meisje op je school, waar je er goed uit voor wil zien? Nee? Nee. Dus je pakt gewoon wat je ziet? Ja. Dus je zou ook gewoon Nike en Adidas op elkaar dragen? Ja. Echt? Ja. Vind je trainingspakken lekker zitten? Ja. Draag je soms ook spijkerbroek of niet? Bijna niet, nee. Zeker. En doe je dan veel met sport of niet? Ja, ik voetbal. 3 keer in de week. Oh, wow, dat is echt veel. En soms gewoon met vrienden ga ik gewoon basketballen. Oh, je bent ook een basketballer, hè? Cool. Gewoon soms. Soms. Nou, leuk. Dan gaan we gelijk weer naar onderwerpje 2. En dat is eerlijkheid duurt het langst. We mogen om de beurt 3 vragen aan elkaar stellen. En we krijgen de mogelijkheid om de vraag 1 keer terug te stellen. En dat doen we door kaartjes die we hier hebben liggen. Dan ga ik beginnen. En mijn vraag is... Wat is de mooiste herinnering die je tot nu toe hebt? Ik denk dat ik met mijn familie naar Indonesië ben geweest. Echt? Ben je daar met geweest? Ja. Is dat mooi in daar? Ja. Wanneer was je daar? Ja, ik weet niet hoe jullie of boven de rivier daar die vakantie heet, maar in de carnavalsvakantie. Oh, de krookjesvakantie. Ja. Ja, dat is hetzelfde. Daar zijn we 2 weken naartoe geweest. Wanneer? Ik denk 2 jaar geleden. 2019 of 2018. Oké, Google je jezelf wel eens, zo ja, wat hoop je dan te vinden? Ik heb mezelf al een keer gegoogeld, maar altijd als ik mezelf google, dan krijg ik altijd allemaal modellenbureaus. En dan denk ik echt, er staan echt zulke lelijke foto's op, hè? Dat is echt niet normaal. Er staan echt foto's op waarvan ik echt gewoon 9 jaar ben en dan sta ik echt op een foto en dan denk ik echt, waarom staat het hier op? Waarom heeft mijn moeder dit ooit naar een modellenbureau gestuurd? Het zijn altijd de moeders, hè? Altijd de moeder. Altijd de moeder, ja, dat valt ook wel weer mee. Maar ja. Ik word altijd zo moe van mijn moeder. Maar ja, elke dag wanneer ik thuis kom uit school, is Koentje. Het... Koentje, foto's maken. Koentje. Nee. En dan moet je weer een keer live. Nee, maar dat doet je moeder allemaal goed. Nice. Heb jij zelf een keer gegoogeld? Nee. Jawel. Maar toen kreeg ik een of andere gekke pianist. Een hardcore of zo. Met zo'n gebogen regenboog piano. Ik heb dus als ik mezelf opzoek, krijg ik altijd bloemen. Blijkbaar is mijn naam een bloem. Dat heeft me ook nooit. En ik ben ook een zeester. Jij bent een gentleman. Oké, ik ga. Wat is een eigenschap van een ander die je heel erg vervelend vindt? Wat vind je vervelend aan mij? Dat je... Nou, niet echt heel veel, maar dat je heel druk bent of zo. Ben jij bent druk? Je hebt het heel druk. Hoezo? Gewoon. Dat moet je niet aan mij vragen. Jij bent druk. Nee, maar jij merkt het toch op? Ja. Maar waarom ben ik druk? Hoe moet ik dat weten? Weet ik veel. Op wat voor momenten ben ik druk bijvoorbeeld? Als ik bij jullie thuis ben ik dan ook druk? Ja. Helemaal niet. Die hond van mij en jij, die maak je heel het huis helemaal gek. Zit die houdt gewoon van mij. Ja, klopt. Sinti en ik hebben een speciale band. Sinti die beschermt mij, omdat jij me aanvalt. Ja, nee, omdat... Ja. Nee, zeg je wel. Nee, ja, dat klopt wel. Ben je wel eens herkend op straat en hoe vind je dat? Jawel, ik vind dat... Jawel, ik ben best wel... Jawel, op straat ben ik wel herkend, maar ik vind het best wel leuk. Maar vooral, je hebt wel verschillende plekken. Want je hebt plekken waar mensen je gewoon rust laten. Ja. En je hebt plekken waar dat niet is. Maar ik vind het best wel leuk. Want als ik weet dat ik in Zoetermeer loop, dan meestal wel... Maar in Amsterdam gewoon niet. Maar ik vind het wel leuk, want dat is wel grappig dat mensen weten wie je bent. Ja. Ben jij het herkend? Ja.
Vind je dat leuk? Ja. Samen met je op die foto? Ja. Oh mijn god, daar was ik bij. Ja. Dat weet ik nog. Dat was in met die Westview Mall. Ja. Dat was echt grappig. Dat was echt zo, waarom moet jullie op de foto? En er stonden voor ons. Dus ze gingen heel de tijd kijken en stiekem filmen. Ze hadden heel leuk. Oké, Jens. Welke drie woorden zouden je vrienden je omschrijven? Oh, dat is een goede vraag. Ik denk... Eigenwijs. Nee, ik ben niet eigenwijs. Ik denk chill. Open. Dus maar ik sta open voor iedereen. En... ja, weet ik niet. Laatst weet ik niet. Beetje vervelend soms. Kan. Om alles lachen. Kan. Zeg jij maar. Zeg jij de laatste maar. Ik vind je vervelend soms. Maar dan... Nee, maar niet vervelend in een slechte manier. Wat dan? Gewoon, dat ik zeg maar meer... Ik weet niet, soms ben je gewoon anders. Nee, maar wel goed anders. Gewoon, soms dan hebben we gewoon even een soort van... Is het echt van, nee, Koen. En, oh, dat vind ik grappig aan jou. Als ik zeg nee, Koen, is het gelijk, oké, dan niet. Gewoon, dat je gewoon echt heel erg luistert. Ja. Maar jij mag weer trekken. Oké, wat was je meest stressvolle dag ooit en waarvoor had je dan stress? Ik denk... Die eerste podcastopname. Toen was ik echt zo gestrest. En weet je, het was gewoon zeg maar die eerste aflevering. Was zeg maar de vijfde aflevering die online komt. Dus het was zeg maar, we doen alles heel erg door elkaar heen. Ja. Maar ik weet niet. Het was gewoon... Het voelde zo raar, want het was niet zeg maar welkom dat ik bij mijn podcast. Het is de allereerste aflevering, bla bla. Het was gewoon echt gewoon best wel spannend, denk ik. Dat vond ik echt heel erg. Je wist niet wat je moest zeggen. Nee. Dus ja, ik denk dat. Ik denk dat we dan klaar zijn met vragen. Dan gaan we door naar onderwerp 3. En dat is dilemma's. We krijgen één dilemma voor ons. Die mag jij straks uitzoeken. En die mogen we samen behandelen. En sommige zijn ingestuurd door de volgers. Of je hebt altijd slecht bereik, maar een gloednieuwe telefoon. Of je hebt altijd goed bereik, maar een hele oude en trage telefoon. Maar wat valt onder oud? Ik denk misschien een... iPhone 6. Ja. Ja, dat. Dan heb ik liever een nieuwe. Want als je traag hebt, dan heb je wel goed bereik. Maar wat heb je er dan aan? Als hij toch traag is. Ga ik voor die gloednieuwe telefoon. Dan is hij traag, hè? Je hebt altijd slecht bereik, maar een gloednieuwe telefoon. Of je hebt altijd goed bereik, maar een hele oude, trage telefoon. Ben ik nou dom of snap ik deze niet? Mij wel. Nee, het is gewoon of je hebt slecht bereik, maar een gloednieuwe telefoon. Dus dat is de eerste. Kom eens hier. Of je hebt altijd... Ik denk echt dat hij altijd gelijk heeft. Oké, Teline. Je hebt of hele dure, maar lelijke kleren, of je hebt hele goedkope en mooie kleren. Goedkoop. Want wat heb je eraan als het duur is? Dan betaal je toch... Dan betaal je alleen voor het merk, niet eens voor de kwaliteit. Ja. Toch? Ja. Ik zou dan voor de goedkoop gaan en dan... Ja, ik ook. Plus dan heb je ook meer kleding, want dan is het goedkoop en dan kan je er meer van halen. Dus als het al kapot gaat... Oh nee, het gaat niet kapot, want het is wel goede kleding. Nou, omdat we er snel uit zijn gekomen, gaan we gewoon nog een dilemmaatje doen. Deze hebben we al gehad. Ja, dan mag je er nog eentje uitzoeken. Oh, dit is wel leuk. Elke dag fastfood of elke dag eten in een luxe restaurant? In een luxe restaurant. Ja, ik ook. Dat is veel lekkerder ook. En fastfood is wel leuk, maar ik heb dat heel erg... Had je dat ook? Ik had vroeger had ik altijd een Happy Meal. En nadat ik het zo vaak heb, zeg maar, heb gegeten... Hou je niet meer van? Vind ik niet meer lekker of zo. Dus, en het vult niet of zo, fastfood, vind ik. Ik heb altijd als ik iets van fastfood heb maar gegeten... Maar wat bak jij bijvoorbeeld van de McDonald's? Wat ik vat? Wat pak je? Oh. Zei ik vat? Zei ik vat? Ik weet het niet. Je zegt, nee. Ik weet niet. In mijn oren zei je vat. Ik neem altijd 9 kipnuggets, frietjes. En als ik echt honger heb, dan neem ik nog een McCroket zonder saus. Is dat het? Ja. Wat neem jij? Komt het er? Nee, ik pak altijd een grote friet. 6 kipnuggets en een hamburger. En een middel cola. Die cola's zijn zo lekker. Eeuw, cola bij de Mac vind ik echt vies. Eeuw. Nee. Het is gewoon lekker. Nee. nee, maar ik heb wel met fastfood dat je als je hebt gegeten. Weet je wat het met fastfood is? Dat eet je dus super snel.
Heb je dat niet? Nee. Ik eet jawel, dus met McDonald's eet ik echt binnen 5 minuten is het gewoon op. 5 minuten? Nee, ik overdrijf. Maar je moet wel een beetje genieten, weet je wel. Gewoon zo eten. Even misschien... Tijd ervoor nemen. Ja. Ja, maar weet je wat het is? Altijd als ik dat heb, dan wil ik het gewoon snel eten, omdat ik er dan zin in heb. En daardoor heb ik dus na 1/2 uur heb ik alweer honger. Heb jij dat niet? Nee. Ik had het altijd met een Happy Meal. Als ik een Happy Meal had... Happy Meal is niet heel veel, hè? Nee. Ik snap echt niet hoe iemand dat ooit mijn buik heeft gevuld, maar zo wel. Of je trapt elke dag in een hondendrom, of je krijgt elke dag vogelpoep op je hond. Op je hond, niet op je hond. Of je trapt elke dag in vogel... Nee, of je trapt elke dag in een hondendrom, of je krijgt elke dag vogelpoep op je hoofd. En deze is gekozen door Dario. Dus Dario, heel erg bedankt dat je dit ingestuurd hebt. Ik denk dat ik kies voor de hondendrol. Eeuw. Ja, anders elke keer. Bijvoorbeeld, je zit gewoon op date. Je bent op date. Ja. Yeah. En je bent aan het lopen in de park. Heb je gewoon vogelpoep op je hoofd. Terwijl, ja. Nou. Ja, nee, dat is niet heel erg fijn. Maar aan de ene kant, hondenpoep vind ik echt goor, omdat het meurt. En dan moet je naar binnen of zo lopen en dan heb je die hondenpoep overal zitten. Maar op je schoen. En anders heb je het op je hoofd. Als jij elke dag je schoenen gaat wassen. Oh nee, maar op je hoofd is het nog vieser trouwens, laat maar. Maar wist je dat vogels, die poepen niet, hè? Die poepen en plassen door elkaar heen. Ja, weet ik. Dat is, daarom is het wit. Eeuw. Oké. Okay. Koen, wat is het leukste? Heb je laatst nog een leuke fotoshoot gehad of iets? Waar shoot je nu eigenlijk het meeste voor? Ik denk voor Your Custom. Is dat leuk? Je was ook in Parijs ermee, toch? Ja. Dat is mooi. Frisse morgen in Parijs. Gewone business. Tududum. Zie de meest mooie Français. En dan weet ik het niet meer. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour. Je suis Koen. Nee, dat zo ging het niet volgens mij. Wat vind ik van de kleding van Explicit? Heel mooi. Ja, zit het lekker? Ja. Dat is mooi. En hoe doe je dat eigenlijk als je school hebt en je doet een fotoshoot? Wacht, ik moet even... Hoe moet ik dit goed vragen? Vind ik dit fijner? Vind je fotoshoots leuker dan school? Ja, denk ik. Ja, tuurlijk. Vind je school lastiger te combineren met wat je doet? Ja. Ja. Ja, dat snap ik. En wat doe je het meest in je vrije tijd? Gamen. Ja. Roblox. Nee. Weet je wat ik nu speel? Tekken, ken je dat? Tekken. Dat speelde mijn vader ook altijd. Dat is echt zo op Roblox? Nee. Roblox. Ja, jij iets zei over Roblox. Nee, het is op de PlayStation. Maar ik heb Tekken 7. Dat moet je ook spelen. Dat is leuk. Dat is een vechtspel. Echt? Ja. Is het gratis? Nee. Dat moet je wel kopen. Ja. Iedereen doneert geld aan Koen. Ja. Voor zijn Tekken. Hoe hebben we elkaar eigenlijk ontmoet? Is dat een heel leuk verhaal of niet? Ik weet het. Zeg het. Fotoshoot voor? Oh ja, Malayans. Nou, die had je nog opgenomen. Oh ja, maar toen praatten we het gewoon met qua. Ja, klopt. Denk via houseparty. Houseparty maakt alle vrienden. Ja, want toen zat ik met Jolie en toen kwam jij erbij. Toen was Finn er ook, denk ik. Blonde Finn. Blonde? Ja, die één ook. Oh ja. En Delft. Ja. Maar werk nu met domino's, hè? Wist je dat dan? Nee. Ik heb dat van Jolie gehoord, denk ik. Waarom weet ik dat? Ik weet gewoon alles. Dit is echt leuk trouwens, jongens. Ik weet dus echt alles. Dat wou ik net zeggen. Zij weet alles over mij. Als ik een verhaal heb, dan weet zij het al voordat ik het heb gezegd. Bijvoorbeeld, ik ga dan naar Parijs voor die ene fotoshoot voor Your Custom. En dan komt Thélie in één keer aan. Ga ik opbellen. Zij zegt, Koen, jij hebt toch een fotoshoot voor Your Custom in Parijs? Nou, joh. Hoe weet zij dat nou weer? Ik denk gewoon via onze moeders. Want die bellen ook heel veel. Ik weet alles. Nee, maar... En wat ik ook... Wat heb ik nog meer? Oh ja, bijvoorbeeld als ik een keer live ga met Charlie, dan is dat... Zegt Koen, nee, ik wil niet live. Nee. En dan gaan we gewoon zijn zus opbellen van... Mogen wij Charlie? Dus mijn moeder. Dat was één keer gebeurd. Ik ben echt zo boos. Hij was zo boos. Ik was gewoon rustig aan het gamen. Word ik natuurlijk weer opgebeld door Charlie en Theline en hun. Ik neem op. We gaan live. En ik zo, nee. Jawel, kom. Ik zeg, nee, ik wil echt niet live. Waarom nu? Ik kom net terug van training.
gaan ze mijn zus opbellen. Nou, dat, toen dacht ik echt van, nee, maar als mijn zus het weet, dan weet mijn moeder het ook. En mijn moeder wil dat ik heel vaak live ga. Dus, ben ik live gegaan. Maar het goed. Ja, maar het moest gewoon. Het was even nodig. Je had weer even, je moest gewoon live gaan. Weet je hoe leuk live gaan is? Superleuk. Ja, maar als je die kind, ik heb gewoon, ik heb je ook een coole naam. Ik heb voor iedereen heb ik een leuke naam. Oké, ik ga even mijn naam opnoemen. Koen heet Jens, Gentleman, Koensel. Maar ik heet met mijn achternaam Jansen. En op een of andere manier is ze daarop opgekomen. Koen Jensen. Dan heb je Melanie is Melly of Melsco. Dan heb je Angelique is Anjo. En dan heb je je vader, die noem ik ook gewoon Koen Jensen. Mijn vader heet trouwens hetzelfde. Jij bent Koentje. Ja, ik ben Koen Junior. Waar kom je vandaan, Koen? Ik kom uit Brabant. Waar in Brabant? Vught. Vught. Bij de gevangenis. Ben je niet bang dat ooit iemand gewoon gaat ontsnappen en jullie... Nee. Nee. Maar zit het dichtbij? Nee. Bij wel bij een vriend van mij. Die jongen ernaast. Wow, dat lijkt me echt eng. Zeg maar, als je daar loopt, dan kan je gewoon echt tegen die muur aan. Die kan gewoon voelen. Ja. Maar er zit een gevangenis in die gevangenis. Ja, dat is toch de muur en dan heb je daar zo de gevangenis. Ja. Maar dat is toch normaal, elke gevangenis heeft dat. Ik heb geen idee. Heb je verder nog wat leuks? Wil je nog wat weten van mij? Jij hebt echt al heel je leven verteld. Wanneer? Gewoon in de tijden dat we gesprek hebben. Wist je dat? Ik ben helemaal gek. We gaan vertellen over Spanje. Oh mijn god, ik heb een leuk verhaal. Ik weet nog dat we naar dat luchtgrusse ding gingen. Weet je wel, dat wipe ding is. Ja. En dat toen Ruben het nodig vond om me laten tackelen. Dus weet je wat Ruben doet? Hij doet zo, zeg maar, zo met je voetje zo bij mijn voet. Dus dat is zo'n half trap tegen mijn voet aan. Ik had slippers aan, dus mijn slipper ging dubbel en mijn teen ging zo over de grond. Nou, dat was zo'n stomme steentjesgrond. Dus heel mijn grote teen zat helemaal onder bloed. Toen ging de moeder van Koen, die ging voor de eerste keer, die had zo'n hele medicijnenkit en alles. En met pleisters en met zalfjes. Natuurlijk. Die is altijd goed voorbereid. En die heeft even mijn teen zitten behandelen. Nou, ik dacht ten eerste dat mijn teen afging, omdat ze met dat spul erop ging en dat brandde. En ik dacht echt dat mijn teen kapot ging. En toen daarna zijn we alsnog dat wipe-out gaan doen. Zo'n parcours. En dan, ik heb echt mijn nek gebroken en ik ben echt gevallen een paar keer. En dan had je ook zo'n lanceerding en dan ging iedereen elkaar lanceren. Maar dat is eigenlijk wel een echte grote vriendengroep ook. Ja, dat was wel echt heel leuk daar. Maar en toen, dat was pijnlijk. Met die zo'n wond had ik op mijn teen zitten en dan in die zee. Echt, heel mijn teen ging nou, er gewoon af. Nou, zo goed. Jouw teen is misschien zo. Ja, oké, maar het voelde echt alsof heel mijn teen eraf ging. Ja. Ja, dat was wel echt heel leuk in Spanje. Maar vier jij carnaval? Nee. Ik heb nog nooit carnaval gevierd. Erg, hè? Jij vindt altijd carnaval. Wat is je kostuum dit jaar? Ik trek nooit. Ik heb altijd zo'n jasje aan. Met allemaal van die embleempjes erop. Oh, leuk. En Melanie? Melanie doet die ook. Oh. Melanie die doet ook carnaval. En je vader gewoon in een piratenpak? Die doet... We doen eigenlijk allemaal hetzelfde. Het is allemaal oeteldonk. Allemaal dezelfde kleuren. Gewoon een jasje. Of je kan gewoon een kostuum aan doen, maar... Meestal mensen uit Brabant en Limburg en Zeeland, die hebben altijd gewoon een veel hebben we jasje aan. Ah, leuk. Leuk, leuk. Ga je ook carnaval vieren dit jaar? Volgens mij, als dit online staat, even deze aflevering heb, is het carnaval. In de carnavalsvakantie, of hoe heet dat? Ik heb altijd dat krokusvakantie, maar ben krokus. Jij gewoon... Krokus? Nee. Of voorjaar? Ja, dat is beter. Krokus. Ik maar in de krokus. Carnavalsvakantie ben ik jarig. Maar in België zeggen ze ook krokusvakantie. Ja, maar België, dat is niet Nederland. Nee, maar ik heb geleerd daar wat de krokusvakantie is. Toen zei zo'n vrouw, toen waren we in Center Parks, en die zei zo... Allee, wat vakantie hebben jullie, ja? Dus ik zei, de voorjaarsvakantie. Toen zei ze, amai, nee, dat is de krokusvakantie hier. Die pins in ogen en zie duizend regenbogen. Nou, dat was even mijn liedje. Wat heb ik nog meer voor liedjes? Oh. Wat zing ik nog meer altijd? Altijd als we aan bellen zijn. Ja, je hebt zoveel altijd van die Junior Song Festival.
Nee, dit is gewoon van België. Ik vond België echt cool altijd. Maar ja, maar dit is wel Junior Song Festival, of niet? Ja. Ik keek dat eigenlijk nooit. Ik keek dat wel, maar op een gegeven moment vond ik het saai worden. Ik heb nooit echt leuk. Alleen de normale songfestivals. Ja, dat vond ik dus altijd stom. Nee, ik kijk dat wel. Nee, dat vond ik echt heel saai. Maar kijk jij wel gewoon bijvoorbeeld... Maar nu kijk ik dat wel. Nu vind ik dat leuker. Kijk jij wel bijvoorbeeld voetbal, WK, als Nederland moet spelen? Dan wel. Als Nederland speelt wel, anders niet. Niet bijvoorbeeld Portugal tegen Spanje? Nee. En waarom? Waarom wel? Waarom niet? Nou, weet ik niet. Dat is gewoon niet waar ik geïnteresseerd in ben. Ja, oké, dat kan wel. Maar Nederland vind ik wel weer anders. Plus, als Daley Blind speelt, is het anders. Daley Blind zit toch ook in het Nederlands elftal? Hoezo is het anders wanneer Daley Blind speelt? Omdat jij met hem een fotoshoot hebt gehad. Ja, dus ik vind hem cool. Dus ik ben ook zeg maar niet voor Ajax, maar ik ben wel voor hem. Dus als Ajax scoort, dan hoop ik dat hij scoort. Wat niet kan, want hij is toch, hij is verdediger. En hij is blind. Dat is je karma. En hij is blind. Nee, hij is leuk hoor. Hij is echt een leuke hond. Dit is nou echt weer puur Teline. De eerste aflevering heb ik dus met Luna opgenomen. En zij kwam uit België. Jij komt uit Brabant, want het is echt iets typisch Brabants. Dan moet je eigenlijk niet van mij zijn. Ik weet sowieso, op vakantie heb ik wel opgelet, zeg maar. Het is altijd te vatten. Ja. Wat heb je nog meer? Je hebt heel veel, maar ik heb dat niet in de gaten. Daar let je niet op, ik hè? Weet niet beter. Ik ben gewoon... Ik ben gewoon koen. Ik ben gewoon koen. En ik ben cool. En nee, maar probeer dus zo algemeen Nederlands te praten. Zo heel, zoals ik praat. Zonder accent. Ik zeg een zin. Hallo, ik ben Koen. Ik kom uit Amsterdam. Dus, en dan, Wist je dat? Dat Amsterdam is echt heel erg als een kakker praat voor Brabanders. Praat ik ook als een kakker? Ja. Hoezo? Gewoon. En een harde G. Een R. Ik zeg helemaal geen R. Echt al? Nee. Je zit net Amsterdam. 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 Ik zeg de R Amsterdam. Niet. Soms sla ik het gewoon over. Mijn oma, die zegt, weet je wat zij zegt? Ze zegt geen kerstmis, maar zegt kessenmis. Kessenmis. Omdat ze en geen Sinterklaas. 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 Wie? Annie. Ja. Annie. Oma Annie. Oma Annie. En je opa heet Fred. Nee, ik weet niet. Van vader van mijn... De eerste letter. G. Gerard. Ja. Ja, zie je? Gerry en Annie. Wat? Nee, Gerard. Ja, weet ik, maar dan kan je toch als afkorting Gerry en Annie. Ja, dat... Oh mijn god, dan is je moeder naar je moeder. Nee, naar je oma vernoemd. Annie en Angelique. En mijn zus ook. Melanie, Annie. Oh ja. Maar jij bent vernoemd naar je vader, hoor. Dat is echt een domme vraag. Ik ben vernoemd naar mijn opa. Wat is jouw doopnaam? Tatjana. Gewoon Teline Tatjana de Vouw. Ja, erg hè? Wat is jouw doopnaam? Koen Gerardus Theodorus. Ja, ik ben echt... Mijn zus heeft me gesaved. Eerst zou ik Tatjana heten. Toen zei mijn zus, way dat ik maar je zegt net dat je... Ja, maar dat is zeg maar, ik zou eerst Tatjana heten. Maar toen zei mijn zus, no way dat ik ga... Oh, gewoon als normale naam. Ja, no way dat ik ga rondlopen met een zusje die Tatjana heet. Dus toen heeft mijn zus heeft... ja, dus toen was mijn zus een keer bij een vriendin. En die had dan een vriendin en die heette Eline. Dus toen was mijn zus helemaal aan het nadenken. Toen zaten ze in de auto terug naar huis. Toen zei mijn zus, wat vind je van Teline, mam? Toen zei ze, dat is een mooie naam. Hoe heet je dit? Ze me verteld. Oh. Ik hoorde dat allemaal in de buik. Want mijn moeder was echt hoogzwanger en ze hadden nog steeds geen naam eigenlijk. En anders zou ik Tatjana heten, Ta van... Je hebt zoveel fantasie. De T van Todor en Jana is van mijn oma, die heet Jana. En dan heet mijn zus heet Christiana. En mijn oma heet Christa en mijn andere oma heet Jana. Dus Christiana. Ja, je zus? Ja. Oh, zo. Cool, hè? En ik ben dus mijn opa. Ben je blij met je naam? Met Koen? Wat anders. Oh ja, als mijn zus Koen heette, zou ik Tony heten. Oh ja, dat weet ik. Maar ik vind het wel een mooie naam. Ik ga denk ik gewoon mijn kind later Tony noemen. Als ik een jongen was, dan zou ik... Oh mijn god, noem je kind naar mij. Ja. Toline. Maar even, wacht. Ik had echt even een goede ding.
Oh ja, als ik een jongen was, zou ik Todor heten. Of Thijs. Thijs. Dat is wel echt een typische Nederlandse naam, Thijs. Ja, dat moest, ik moest helemaal opa vernoemd worden. Dus ik moest met een T beginnen, want mijn opa heet Todor. Nou Koen, dankjewel voor kletsen met mij. Ik wil Explicit bedanken voor het sponsoren van deze video. Wil je nou ook iets van Explicit? Gebruik dan mijn kortingscode Teline15 voor 15% korting op de gehele collectie. Wie wil dat nou niet? En vergeet niet te volgen op Instagram. Dat staat allemaal in de beschrijving. Vergeet Koen niet te volgen. Vergeet mij niet te volgen. En like, reageer, abonneer. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Tada! Doei!